Ja, ik zie wat onrust in de comments op Facebook. En ik zie veel onwetendheid. Ik zie veel beoordelingen van mensen die er niet zelf aanwezig zijn. Ik zie veel framing. Dus ja, wat kan ik erover zeggen? Als je zegt van ja, Max, ben jij voor rellen en ben jij voor het beschadigen van eigendommen? Ik zeg, tuurlijk niet. Alles moet je vermijden. Alles moet altijd zoveel mogelijk gebeuren zonder geweld. Zonder beschadigingen van mensen, hun spullen of spullen van de gemeente. Maar ik snap niet de oppervlakkigheid van mensen om ook zo nog in links en rechts te denken. Je ziet gewoon heel veel mensen, ze waren in corona gewoon heel gefocust. Maar daarna zijn ze toch weer alle kanten op gegaan. Heel erg vijandig denken. Ik heb altijd gezegd, Gods liefde is universeel. Ik ben connected met Gods liefde. Gods liefde is voor alle mensen. Er bestaat voor mij geen links of rechts. Tuurlijk, overal heb je control opposition. Mensen die het voor het geld doen, mollen, trollen. Gisteren in Utrecht zijn beelden van, waren zelfs Romeo's gekleed met keffia's om, met sjalen van Palestina. En ook met vlaggen van Palestina. Dus dat gaat heel ver. Maar ik zie gewoon de meest domme commentaren. Mensen schelden mij voor dingen uit die ik al lang heb uitgelegd. Maar ja, mensen kijken niet natuurlijk alles wat ik publiceer. Maar ga dan ook niet beoordelen alsof je alles van mij weet. Alles wat controversieel is, probeer ik uit te leggen. Maar als ik hier midden in een burgeroorlog sta, dan kan ik ook niet vrij uit gaan praten. Want voor je het weet, pakken ze mij op voor opruiing. Ik bespreek heel veel dingen met mensen, maar dat doe ik niet op social media open en bloot. En ik denk dat mensen toch wel slim genoeg zijn om dat te kunnen begrijpen. Dus hou je oppervlakkige commentaren voor jezelf. En ook mensen moeten eens leren, een mening is een mening. Maar heel veel mensen brengen hun mening als een feit. Hun mening is een feit. En ze zijn nergens aanwezig geweest, ze hebben niks gezien. En mensen hebben coronademonstraties, ze hebben ook heel veel geld gekost. Heel veel politie, heel veel dit en dat. Toen hoor je ons ook niet klagen. Maar nu als een ander een beetje revolutionair de strijd ingaat, kiezen ze ineens kant van de politie. Zelfs mensen die zelf het politiegeweld altijd hebben afgekeurd, vinden het dan nu wel normaal om op linkse activisten, zoals ze ze noemen, geweld te gebruiken. Nou sorry, daar ben je totaal niet medemenselijk. Want het staat heel duidelijk ook in de Bijbel. Wat u niet wil dat u geschiet, gun dat ook een ander niet. En ik zie gewoon dat heel veel mensen met haat leven, wrok, heel erg veel hokjes denken. En daar heb ik ook alleen maar last van. Want hoe andere mensen zich gedragen, dat wordt ook aan mij toegerekend. Dat heb ik ook niet allemaal gepubliceerd. Maar heel veel asociale, hatelijke, veroordelende gedragingen van mensen die zo gelabeld zijn rechts, daar word ik op aangevallen. Daar word ik op weggestuurd en gediscrimineerd door de meer linkse groeperingen. Om het zo toch even aan te duiden. Dus daarom heb ik ook gezegd, als je niet voor Palestina bent, prima. Als je voor Israël bent, is je eigen keuze. Maar ga niet mij de les komen lezen. Ik heb alles al 100 keer uitgelegd, hoe ik erin sta. En ik vind het gewoon echt waardeloos als de mensen die totaal geen kennis van zaken hebben, totaal niet onderzoek doen, totaal niet aanwezig zijn, van achter hun toetsenbord, van achter hun schermpje, denken te kunnen vertellen hoe alles hier is gegaan, hoe alles in de revolutie hier gaat van de studenten. En natuurlijk, het zijn niet alleen studenten. Maar Gaza wordt afgeslacht, uitgemoord, gebombardeerd tot en met. Daar gaat onze aandacht naar uit. En alle nevenschade, dat zal nog steeds dan komen door de Nederlandse overheid en universiteit en alle instanties die met Israël lepeltje lepeltje liggen. Hun zijn verantwoordelijk voor de volkswoede. Hun zijn ook verantwoordelijk voor de schade. Want ik heb zelf op het kamp gewandeld in Amsterdam bij de universiteit. En er was geen enkele wanordelijkheid. Er waren barricades voor vijandelijke groepen, voor zionisten, voor undercoveragenten, voor politie. En ja, dat is een hele rechtvaardige keuze geweest. En het is ook uitgekomen. En wat mensen allemaal doen, moeten ze aan God verantwoorden. En niet aan Jan en Piet en Jan en Alleman. Mensen denken echt dat ze voor God kunnen spelen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. En ik probeer nog heel veel te verantwoorden naar mensen toe.
Ik ga soms heel diep door het stof. Ik ga soms heel diep in mezelf reflecteren. En dat doen heel weinig mensen. Mediteren, bidden, spiritueel bezig zijn, zelfkritisch bezig zijn. Jezelf kwetsbaar opstellen. Heel weinig mensen hebben die kwaliteit ontwikkeld. Waar gaat de Great Awakening over? Het gaat niet om dat de hele wereld begrijpt hoe het alles werkt. Het gaat om jouzelf. Hoe jij jezelf als mens ontwikkelt. Dat jij meer op Jezus gaat lijken. Dat je meer gaat lijken op de normen en waarden die God in het leven heeft gesteld. Dat is voor mij de Great Awakening. Nou, sorry. Als ik mijn eigen commentaren soms lees van mensen, dan walg ik er echt van. De oppervlakkigheid, de haat, de arrogantie, ook op Twitter wat je allemaal leest. Heel veel mensen zijn door de mand aan het vallen en zijn zelfs strafbaar bezig. En dan praat ik wat meer over de influencers. Ook, ik hoef geen namen te noemen, want ik ga niet mensen nu vernederen hier. Maar echt heel veel mensen zijn heel erg diep door de mand aan het vallen. En alles wordt door elkaar gehaald. Het is echt bizar. Het is echt heel bizar, mensen. Wat ik allemaal nu tegenkom, wat ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd krijg. Wat andere mensen allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Ik probeer er nog wel een beetje op te reflecteren als ik wat meer rust heb. Maar ik heb het gewoon super druk. De hele dag zijn we bezig. Heel veel dingen ook undercover. Het is gewoon echt heel heftig. Heel veel mensen zijn tot bloedens toe mishandeld. Honden waren aanwezig. Dus mensen, nogmaals, ik vergeet soms mijn Facebook comments ook op privé te zetten. Dat alleen mijn vrienden kunnen reageren. Want ook heel veel mensen trappen in die trollen. Die hebben niet door dat het allemaal trollen zijn. Die de meest grote onzin uitkramen. Maar ja, ieder voor zich en God voor ons allen. Of is het ieder een en God met ons allen. Ik hoop dat mensen wakker worden. En dat we uit deze haat- en nijdmaatschappij kunnen komen. En dat er meer liefde mag komen. Meer begrip voor elkaar. Meer moeite wordt gedaan om naar elkaar te luisteren. In elkaar allemaal inlegkunde. Allemaal weten we precies alles van een ander. Maar we weten niks van onszelf. Dat noem je de splinter en de balk. De balk in je eigen ogen zijn je eigen zondes. Die zie je niet. Maar je ziet wel alle zondes van een ander. Nou, dat kom ik ook echt heel veel tegen, moet ik zeggen, de laatste tijd. Judge yourself. Ga bij jezelf te raden. Wat doe jij met je leven? Wat doe jij voor de mensheid? Waar ben jij? Waar sta jij? En hou je oordeel voor jezelf. Want het oordeel waarmee jij meet, zal jezelf ook gemeten worden. Karma bestaat echt. Alles wat jij op een andere afschiet, komt naar jezelf toe. Stop de genocide. En dan heb ik het niet alleen over Palestina, Gaza, maar alle genocides, alle onderdrukkingen, alle oorlogen. Er is nog zoveel te bereiken. Mensen verdwalen in verdeel- en heerstechnieken. Je verdwaalt gewoon. Je ego. Oh, ik ben aan de goede kant. Ik weet het beter. Ik weet hoe het zit. Ik doe dit. Ik ben dat. Ik hoor daarbij. Nou, hoor maar lekker bij bepaalde sectes. Ik hoor daar niet bij. Ik ga me niet in een secte laten opsluiten.